Ze gaan de balk terugleggen op de Jan van Hout brug. De balk die nou al 2 dagen achter elkaar door een te hoog voertuig eraf is gereden. En waarbij vanmorgen ook een fietser gewond is geraakt. Maar wat ze nou doen, die balk die ligt op 2,60 meter. Die gaan ze nou wat hoger neerleggen. Maar ze laten er wel op staan dat die 2,60 meter is. Dus daar ligt de balk nog op 2,60 meter. En die gaan ze straks ook wat hoger neerleggen. Net als de balk die er vanmorgen afgereden is. En die hier nu op de grond ligt langs de brugreling. Dit is het brugdek van de Jan van Houtbrug. Nou, je ziet, het ziet er ook niet zo best uit, maar het is dus ook echt slecht. Daarom is dit allemaal nodig, om te voorkomen dat hij echt instort door zwaar verkeer. En wat ze ook aan het overwegen zijn, is noodbrug aanleggen. Of ernaast. Maar dat heeft nadelen, want dan moet misschien die boom weg die daar... Nou, misschien zie je het niet, het is donker, die daar staat. Of een brug over de brug, zoals de genie van het leger dat gebruikt. Dus dan leggen ze gewoon een brug over het zwakke deel heen, zodat dat niet meer belast wordt. Dat is ook nog een optie die nu onderzocht wordt. En zo meteen gaat de brug weer even helemaal dicht, want dan wordt de balk weer op zijn plek gelegd. Iets hoger dus dan 2,60 meter.